En dan, Lisette, in verschillende plaatsen zijn Turkse propagandafolders uitgedeeld. Ja, onder andere in Rotterdam, Gouda en in Amsterdam. En er staan anti-PKK-teksten in die folders. En mogelijk is het een reactie op de Koerdische demonstraties van de afgelopen tijd. Ook gisteren werd in Amsterdam door Koerden gedemonstreerd tegen Turkse militaire acties in een Syrisch gebied, waar milities zitten die banden hebben met de PKK. Wie die folders nou precies verspreid heeft, dat is niet bekend. Maar Tanja Hoogwer van Leefbaar Rotterdam, die wil in ieder geval opheldering. Het is aan twee kanten onacceptabel. We weten allemaal waar spanningen tussen Koerden en Turken toe kunnen leiden. Ingegooide ruiten is het begin. Daarnaast wonen in de wijk in Rotterdam, waar ze nu gevonden zijn, met name oudere mensen. Die slaan zo'n boekje open en die zien een afbeelding van Hitler. Het kan niet. Ik heb het aangekaart binnen een stadsbestuur. Ik ga het ook nog verder aankaarten middels schriftelijke vragen. Ik heb inmiddels gezien dat ze ook in Den Haag en in Amsterdam zijn verspreid. Dus ik denk dat we terug moeten naar de bron, naar degene die het verspreidt.